Hey allemaal en welkom in de Impact Room. We zitten hier vandaag met niemand minder dan Gwen van Poorten. En we gaan het hebben over impact maken, dingen die Gwen belangrijk vindt. En zo zien wij uiteindelijk wat voor impactmaker zij zelf is. Nou, ik hak hem er gelijk in. Ja. Hoe vind jij dat de wereld veranderd moet worden? Mijn god, dat is een hele grote vraag. Nou, ik denk over het algemeen dat we misschien wel wat beter naar elkaar mogen luisteren. En ook dat we wel wat verder mogen kijken dan wat we in eerste instantie zien. We zijn natuurlijk allemaal heel actief op social media. En daar zien we best wel een eenzijdig beeld. En je moet je beseffen dat als je mensen voorbij ziet komen waarvan het lijkt dat het altijd perfect is, dat dat niet klopt. Dat er altijd iets achter zit. En dat is heel moeilijk. Want ik heb ook dat ik me zelfs wel eens op betrap, dat ik dan iets heel vets aan het doen ben. En dan kijk ik door mijn tijdlijn en dan krijg ik een rot gevoel dat ik iets zie. Dan denk ik, oh, maar die doet dat. Weet je, dat gevoel, dat, daar moeten we verder naar kijken. Verder dan dat. Je bent onlangs weggegaan bij BNN Vara, na een aantal jaar. Hoe benut je eigenlijk nu die keuzevrijheid om misschien dingen te doen die ook maatschappelijk, nou, deed je daar ook al, maar die maatschappelijk. Nou, ik werkte al samen met Free Your Girl toen ik bij BNN zat. Mm-hmm. En ik vond het belangrijk om met een goed doel samen te gaan werken, maar dan wel op een intensieve manier, dat ik echt wat kon doen. Mm-hmm. En dit zei ik al jaren bij de mensen waar ik mee samenwerk. Ik wil zo graag echt een impact kunnen maken en niet gewoon opkomen draven, want zo gaat dat vaak dan. Hè, bij kan je even langskomen voor een interviewtje te doen. Nou, die mensen hebben het heel zwaar aan de andere kant van de wereld. Ik dacht, nee, ik wil echt wat doen. En die samenwerking met Free Your Girl, die was al heel erg fijn. Dus we zijn er gaan praten en toen ben ik heel snel op reis gegaan. En erachter gekomen dat, ja, wat ik kan, wat mijn talent is, dat is verhalen vertellen. Mm-hmm. Dus ik heb een vlogcamera meegenomen en ik ben daar de problematiek van de andere kant van de wereld, van Brazilië, gaan vertellen. Is weer heel anders dan in India, waar zij overal actief zijn. Mm-hmm. En ik merkte dat dat voor mij heel fijn was, omdat ik zoveel toffe dingen kan doen en op zoveel mooie plekken kom en best wel bereik heb. En mensen luisteren naar me. Nou, hoe mooi is het dat je een verhaal kan vertellen waar je een verschil mee kan maken? Als jij die dingen ziet, dat je er zo mee bezig bent, frustreert het je dan niet als je denkt, er wordt nog niet genoeg aan gedaan of over gesproken? Nou, als je daar zit, ik zat daar in een hotelkamer met haar en we komen net uit een wijk waar ik iemand heb bedreigd zien worden met een pistool. Een crackhuis met verslaafden. Zijn een soort zombies die daar rondlopen. Hoogzwangere vrouwen die drugs aan het dealen zijn. Die doen of we beste vriendinnen zijn. Bendeleden. Het is echt gestoord. Dan kom je daar uit. En toen moest ik dan die avond, echt een paar uur later, naar een plek om te kijken waar ze dan feest vieren. Weet je, het toerisme in Brazilië. Steen op afstand. Ja. Je wordt daar heel bizar. Ja, en ook gewoon dat je denkt, ik ga alleen nog maar iedere dag het hierover hebben. Je moet mensen, ik was daar met Laila van Free Your Girl. Wij stapten in een taxi met toeristen en dan zei ik, hello, I'm Gwen from the Netherlands. Do you know? Ja, je hebt geen rem daarop. Gelukkig is dat nu rustiger geworden. Dus eigenlijk is het heel anders. Als ik terug ga naar een jonge Gwen. Ja. Ja, jaartje of 16. Ja. Wat voor type was dat? Nou, 16 was ik al wat meer aan het praten, maar ik ben heel verlegen geweest. Ik was zo verlegen vroeger dat ik niet eens wat te drinken durfde te bestellen ergens. Of dat ik niet voorbij een groep jongens durfde te lopen. En het is heel raar om daar nu aan terug te denken, maar ik weet nog wel een beetje een moment, mijn eens kind, dat ik denk dat ik 14 was, dat ik naar de kermis ging in Uden waar ik vandaan kom, dat ik dacht, oké, nu ga ik echt gewoon vrienden maken. En dan merkte ik als ik met mensen praatte in de rij dat ze terug gingen praten, dacht ik, oh, dit is vet. Ja. Gewoon, dus ik meen nog dat ik bewust zo'n klik maakte, want ik was echt bang voor iedereen. Ik was super onzeker en verlegen. Als een soort van strijd dat ik het niet kon hebben van mezelf, is er een soort dit pratende monster uitgekomen. De uiterste, maar ik was heel verlegen. Oh, okay. Het is gek dat je dat dan niet aan iemand van iemand verwacht. Maar ook wel zijn natuurlijk ook natuurlijk veel jonge mensen die dit misschien kijken, die heel verlegen zijn. Die ook, ik denk ook als die kinderen die dat zien, inderdaad, die ook verlegen zijn, dat die denken van, nou, ik kan ook gewoon mijn drankje bestellen zonder. Ja, je kan het als een soort van actie-reactie zien. Kijk, ik merk heel erg in mezelf dat als ik iets niet durf, dat ik dat niet van mezelf kan hebben en dat ik dat wel moet doen. Dat zie je in alle programma's die ik doe, maar dat merkte ik van vroeger uit, dat ik dacht, ja, als dit is wat het is, ik ben hier niet content mee. Ik wil dit veranderen. Mm-hmm. Uit die comfortzone, ik moet. Ja. Komt het helemaal uit jezelf of heb je een soort inspiratiebron? Dat, even weer terug naar die 16-jarige. Nou, mijn moeder zette me gewoon regelmatig buiten de deur. Nee, ze de deur. Ik zei, nu ga je met kinderen spelen. En ik kwam altijd terug.
Ik wil altijd gewoon met mezelf lekker filmpje kijken. Dat is mijn hobby. De pyjama aan en in bad gaan naar school. Ik zweer het. Dit was mijn hobby. Dus mijn moeder die zei wel, ja, kom op. Mijn moeder is ook gewoon een druktemaker. Mm-hmm. Bij de middelbare school was het al een beetje bijgetrokken. Godzijdank. Mm-hmm. Want ja, in zo'n kwetsbare leeftijd, dan wil je helemaal niet, zeg maar. Nee. Dus dat is langzaam een beetje bijgedraaid. Maar ik denk dat mijn moeder daarin wel inspiratiebron was. Beter bijgedraaid. Ja. Ja, het is heel erg, hè. Mensen geloven het ook nooit. Maar ik ben echt, Als je naar mij kijkt, ik praat veel en ik ben heel druk. Niemand weet hoe mijn thuissituatie is. Niemand weet hoe ik me thuis voel. En zo gaat het voor iedereen. Niemand weet wat daarachter zit. Kijk naar een Famke Louise. Of kijk, je hebt een eenzijdig beeld. En je denkt, nou, die staat op een podium. Of die, of het is een vakkenvuller. Of iemand die bij de kassa staat. Of bij de benzinepomp werkt. Dat eenzijdige beeld, daar zit veel meer achter. Net als bij social media. Je weet nooit hoe iemand zich voordoet. Hoe dat dan, wat daarachter schuil gaat. Ja, ik merk dat ik gelukkig word van wat ik laat zien. En ik merk ook dat de enige manier is. Ik zou wel een soort prinsesje, influencer, chick, die altijd perfect... Ja, dat kan ik wel proberen als ik dat zou willen. Maar uiteindelijk... Ja, morgen. Dat is voor iedereen, ja, morgen weer. Maar ik denk echt, maar dat voor iedereen. Je kan niet iets worden wat je niet bent. Nee. Kun je het volhouden? Nee, want wat is jullie grootste droom? Mag ik dat vragen? Ik wil wel gewoon... Over 10 jaar. Voor mij is het allerbelangrijkste, is het heel cliché, dat ik dan iets doe wat ik leuk vind. Waarvan ik elke dag denk, ja man, dat is iets waar ik echt blij van word. Heb je nog geen beeld bij? Misschien een beetje. Wat dan? Ja. Mag wel, je mag groot dromen. Mm-hmm. Dat weet ik. Ik wil gewoon graag over 10 jaar wel iemand zijn waarvan mensen weten wie dat is. Ja. Waarvan mensen denken, ja, oh, ik ken jou. En ik wil, als ik dan... Maar echt gewoon big time, weet je wel. Ja. Niet alleen maar in Nederland, gewoon echt big time. Goed zo. En dat ik daarmee van kan die volgers die ik daarmee krijg, of de impact die ik daarmee kan hebben, wil ik dan wel op een manier inzetten waarvan ik denk, goh, ik sta hier achter, ik wil het ook op andere dingen gooien in plaats van alleen maar op mezelf altijd. Of... Oh, wat goed. Nice. En wat jij? Ja, maar we hebben het vandaag heel veel over dit soort dingen gesproken. Mm-hmm. Dus ik denk dat, ik zit ook een beetje in die hoek te denken, want ik denk ook nog best wel vaag, 10 jaar is best wel ver. Ja. Dan ben ik echt 100. Ja! Nu ben ik 12. Dat gaat echt sneller dan je denkt. Nee, dus ben ik 18, hè? Ja. Ja, nee, ik vind het ook lastig, maar hoe hij erover praat inderdaad van... ja, dat hoeft niet per se voor mij, wat je dan zegt van ik wil gekend zijn of ik wil gekend worden. Ja. Maar als het zo is, zou ik inderdaad ook terug willen geven. En dat heb ik eigenlijk van iedereen hier op de bank ook vandaag gehoord. Dus dat is het wel. Van ik heb een grote mond, maar ik wil daar ook echt wel wat mee doen. Ja, ja, maar het is zo mooi. Want zie je maar dat iedereen elkaar. Ja, maar zie je wat dit dan doet? Zoiets als dit. Ja, want ik wilde eigenlijk. Ik dacht dat jullie zo anders gingen zeggen. Wat dan? Ik dacht gewoon dat jullie. Rapper. Ik wilde een beetje een voorbeeld geven. Dat je niet weet hoe je kan veranderen en wat je wil. Dat je nu bijvoorbeeld een beeld kan hebben van iets wat je wil. Maar het kan best wel zijn dat jullie bijvoorbeeld achter gaan komen dat bekender worden helemaal niet bij je past. Nee. Dat het helemaal niet is wat jullie willen. En dat je achter de schermen werken heel leuk vindt. En dan kan dat plaatje heel anders worden. Ik dacht echt dat ik van zo'n showtrap wilde komen. En dan in zo'n jurk. Nou, ik ben een aantal keer van zo'n showtrap gekomen. En ik ging iedere keer met buikpijn naar huis. Ja. Dat ik dacht, ja, dit is toch echt waarvan ik dacht dat het me vet gelukkig zou maken. Ik wil gewoon met een camera op pad reportages maken. Dat je denkt, oh, reality check. Je kan een soort beeld hebben. En dat kan alle kanten zijn. Weet je, wij zitten hier nu toevallig voor een camera. Maar dat heeft met iedereen te maken. Mm. Het kan zijn dat je in een bepaald bedrijf wil doorgroeien. Je weet gewoon niet... Mm. Hoe je gaat groeien en waar je naartoe wil gaan. Het belangrijkste is dat het authentiek is en dat het uit jezelf komt. Nou, we hebben het even gehad over jouw dromen, over onze dromen, over dromen in het algemeen. Ik denk dat het eigenlijk wat toe is aan de bliksemschicht. En daar gaan we. Is dat net zo spannend als het klinkt? Absoluut. Je moet ik iets op gaan zetten? Ja, jij hebt hier toe gezet. Ik heb echt een slecht handschrift. We willen graag van jou een quote horen die... Nou, het staat voor de impactmaker die jij bent. Komen jullie nu mee? Even zo, even wat nou, voor je hebt toch hele mooie dingen gezegd? Ja, maar ja, zoals je merkt ben ik niet van een paar woorden. Dus ik kan moeilijk hier die hele bliksemschicht gaan volschrijven. Ik denk... Alles mag. Ja, ik denk dat het iets met authentiek zijn. Authentiek zijn is alles. Oh god, als ik het nu verkeerd schrijf, hè? Auw. Oh.
Ik vind het wel... Ik vind het een creatief handschrift. Niemand heeft mij ooit een memo gegeven dat je los van elkaar moest gaan schrijven. In groep 3 ging blijkbaar iedereen los schrijven. Niemand heeft mij dit verteld. Nee, maar is goed. Wat staat er? Authentiek zijn is alles. Alles. Gwen, hartstikke bedankt. Drop the mic. Dan heb ik nog één vraag voor jou. Ja. Wat zou jij willen aanraden aan jongeren die dit filmpje thuis zitten kijken en denken, ik wil ook impact maken, ik wil ook iets doen, maar hoe begin ik? Snap je? Ik denk dat je het beste kan beginnen bij je hart te volgen. Kijk eens naar een week en hou eens bij wat je leuk vindt. Waar je energie van krijgt. Dat kan zijn de klas bij elkaar halen en iets organiseren. Of een presentatie houden. Heel goed met rekenen. Waar word jij echt heel gelukkig van? En ik denk dat je dan kan kijken, wat kan ik daaraan matchen aan mijn talent om iets te doen. Net als dat ik verhalen ben gaan vertellen. Voor Free Girl, zo heeft iedereen iets. Je kan een sponsorloop organiseren en heel lekker gaan op organiseren. Het is alleen maar goed als jij er ook blij van wordt. Dan is het een soort van verdubbelaar. Je moet niet iets... Weet je, als jij denkt, ja, ik wil ook dan een vlog gaan maken en iedere keer met tegenzin dat ding oppakt. Match het aan je talent, dan gaat het dubbel zo hard.